Oké, goed dat je weer kijkt. Mijn naam is Kevin. Op dit kanaal leg ik je alles uit omtrent het traden op de Amerikaanse beurs. En in deze video gaan we het hebben over welke aandelen jij op je scherm zou moeten hebben die je in de gaten kunt houden om te gaan traden op de desbetreffende dag. Waar komt dit video onderwerp vandaan? Nou, als je mij op Instagram volgt, dan had ik een vraag gesteld van oké, welke video onderwerpen wil je graag zien? En er waren 3 keuzes en deze video of dit onderwerp samen met een ander onderwerp gingen gelijk op. Dus dit onderwerp als eerst en later het andere onderwerp. Dus mocht je nou in de toekomst zoiets hebben van hé, ik heb ook graag een idee en ik zou dit graag als video op YouTube terug willen zien. Of je hebt een vraag en je zou dat op YouTube terug willen zien. Zorg ervoor dan dat je mij volgt op Instagram. Ik doe best wel vaak van die polls waar ik jullie laat kiezen welke onderwerpen ik ga aansnijden op YouTube. Wat je ook kan doen is gewoon een comment achterlaten onder deze video of een van mijn andere video's. Ik lees de comments, ik beantwoord ook vaak comments. Dus mocht je een video onderwerp willen zien over traden of maakt eigenlijk niet uit wat. Als je denkt van hey Kevin, kun je het daar eens een keer over hebben? Laat het weten en ik zal er dan een video over maken. Dus genoeg gepraat, vanaf nu gaan we dus verder door naar hoe maak je een watchlist, op welke aandelen moet je nou daadwerkelijk traden op een desbetreffende dag? Nou, er zijn verschillende manieren om tot een soort van watchlist te komen. Nou, wat is een watchlist? Een watchlist is niks anders dan een lijstje met aandelen die jij op die dag kunt in de gaten kunt houden. En dat moet uiteraard niet een lijst zijn van 20, 30 aandelen, want ik heb 4 schermen, maar ook hier kan ik maar tegelijkertijd een stuk of 6 aandelen tegelijkertijd in de gaten houden. En je wilt ook niet meer dan dat in de gaten houden, want ja, onze brein kan maar zoveel informatie tegelijkertijd verwerken. Dus heel je scherm volzetten met aandelen heeft eigenlijk niet zo heel veel zin en doet meer kwaad dan dat het goed doet. Dus je moet tot een lijst komen en dat noemen we in de daytrading wereld ook wel een watchlist. En we moeten tot een watchlist komen waarin ongeveer 1 tot 6 aandelen opstaan die jij die dag in de gaten kunt houden. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Iedereen heeft zo zijn voorkeur. Ik zal hem ook in deze video mijn voorkeur uitleggen. En je moet kijken wat het beste bij jou past. Er is geen goed of fout in trading en er zijn verschillende manieren om het te doen. En zoals ik al zojuist al zei, iedereen heeft zo zijn eigen manier. Dus ik ga je 2 opties geven in deze video. En je moet er voor jezelf achterkomen wat het beste bij je past. Nou, optie nummer 1 is het maken van een gap-lijst. Nou, wat is een gap-lijst? Een gap is eigenlijk een lijstje met aandelen die een gap hebben gecreëerd. Nou, dan kom je misschien bij de volgende vraag. Wat is een gap? Een gap is eigenlijk het verschil van prijs ten opzichte van de vorige dag. Dus wat kan gebeuren is bijvoorbeeld als Apple gisteren $100 was, toen de market sloot. Op het moment dat de markt weer open gaat, kan het zo zijn dat Apple in één keer $105 is. En dan is dat dus een prijsverschil van $5. Dat prijsverschil noemen we een gap. Nou, het is niet zo belangrijk hoe en waarom precies die gaps ontstaan. Maar wat wel belangrijk is, is dat vaak de aanleiding voor dit soort gaps zijn vaak met aandelen die nieuws hebben. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat het aandeel heeft kwartaalcijfers laten zien. En dus we hebben ieder kwartaal natuurlijk gewoon de kwartaalcijfers. Daar kan een reactie op ontstaan. Die reactie kan positief of negatief zijn. En daar kunnen ook gaps door ontstaan. Maar dat kan ook zijn door een aandeel, bijvoorbeeld een product heeft uitgebracht, waardoor het in één keer goed nieuws bracht tot het aandeel. En waardoor er dus een prijsbeweging ontstaat en ook eventueel een gap ontstaat tussen de 2 trading sessies. Nou, het maken van een gaplijst is belangrijk voor mensen die het leuk vinden of in ieder geval het prettig vinden om aandelen te traden die nieuws hebben. Want over het algemeen, als een aandeel een gap heeft, vaak in grotendeels van de gevallen is het zo dat het aandeel daadwerkelijk dus nieuws heeft. Dus een gap staat bijna gelijk aan nieuws. Niet altijd zo, maar voornamelijk of over het algemeen gesproken wel. Dus wat kan zijn is dat jij een lijst samenstelt met aandelen die dus een gap hebben. En de reden waarom we dat doen is omdat je dan een grotere kans hebt dat een aandeel daadwerkelijk een beweging gaat maken. En die beweging kan dus negatief zijn of die beweging kan dus positief zijn. Nou, vraag je misschien af, moet ik dan echt alle nieuwsbladen en kranten en online dingen afstruinen om dan tot een lijst te komen? Nee, er zijn gewoon websites voor, daar kan je naartoe gaan. En een van die websites is dus Stock Market Watch. Als je daar naartoe gaat, stockmarketwatch.com en je gaat naar markets en je gaat je gaat naar pre-market,
je gaat naar Premarket en dan krijg je eigenlijk een lijstje met aandelen. Bijvoorbeeld top gaining en top losing. Normaal gesproken, tijdens voordat de markt open gaat, krijg je dus ook een nieuw lijstje toegediend. En je kunt al gewoon zien dat deze aandelen een gap hebben of hoger of lager treden ten opzichte van de vorige dag. En dit is nog voordat de markt open gaat. En dat is allemaal nog in de pre-market uren. Dus dit kan enorm helpen, want hoogstwaarschijnlijk de aandelen die hier dan op dat moment opstaan, dus in de pre-market, het is nu niet de pre-market, maar aanstaande maandag bijvoorbeeld, hoogstwaarschijnlijk de aandelen die op het top gaining lijstje staan, daar zal waarschijnlijk iets positiefs mee aan de hand zijn. Dus dat kan zijn goede kwartaalcijfers, dat kan zijn een goed nieuwsbericht wat uitgekomen is overnight. In ieder geval deze aandelen, er is een reden dat die omhoog treden. Nou, er is uiteraard ook een top losing lijstje. En dat is eigenlijk een lijstje met aandelen die dus nu al naar beneden treden in de pre-market. Nou, deze twee lijstjes kunnen voor jou een begin zijn om een lijst te gaan maken met aandelen die hoogstwaarschijnlijk actief gaan zijn op tijdens de marketuren. Dus op deze manier door gewoon eigenlijk gewoon naar een gratis website te gaan. Het is de stockmarketwatch.com en bovenin naar pre-market te gaan. Ja, dan heb je eigenlijk al gewoon een lijstje waar je een selectie uit kan maken. Nou, nu heb ik aan het begin van de video gezegd dat het beste wat je kan doen is een lijstje samenstellen van 1 tot 6 aandelen. Want anders is het veel te veel om in de gaten te houden. En hetgeen wat ik eigenlijk doe is, ik kijk gelijk naar het volume. Dus je ziet hier ook een kolom met volume. Wat ik belangrijk vind is dat er eigenlijk in de pre-market al een hele hoop volume wordt gedraaid. Waarom is dat belangrijk? Is omdat dus te meer volume er is, er hoogstwaarschijnlijk ook meer animo is voor het aandeel. En de kans dan ook automatisch groter wordt dat het aandeel op het moment dat de markt open gaat, een beweging gaat maken of naar beneden of naar boven. Dus ik vind het prettig om aandelen te zoeken waarbij het volume rond tussen de 50... of tenminste vanaf 50.000 shares. Dit is het volume in shares. Dus ik wil eigenlijk alles boven 50.000. Zou ik interessant vinden. Maar het liefst boven de 100.000. Eigenlijk is de regel de meer de beter. Dus als ik nu gewoon eventjes. Dit is dan niet de pre-market data naar mijn weten op dit moment. Maar gewoon even als voorbeeld. Dan zou ik zeggen dit bedrijf. ARO, ik weet niet precies hoe ik het uitspreek, maar deze heeft ruim meer volume dan de 100k. Wat ik zojuist zei, deze ook, deze niet zo, hè, 14.000 shares verhandeld, dat is niet zo heel veel, deze maar 1. Dus er vallen er eigenlijk al een hele hoop af. Je zult zien op het moment dat je degene kiest met de meeste volume, en je werkt jezelf zeg maar naar beneden van het meeste volume terug naar het minste volume en dan pak je gewoon de bovenste 6 bijvoorbeeld, zou je kunnen kijken voor om in de gaten te houden tijdens die tradingdag. Nou, volgens mij in dit voorbeeld zoals gezegd is dit niet de pre-market data, maar normaal gesproken als je rond een uurtje of laten we zeggen 2:30 Nederlandse tijd deze website opent, dan krijg je dus een actueel lijstje wat er in de pre-market dus top gaining is en top losing is. En op die manier kun je dus je lijstje samenstellen. Nou, nu heb je dus eigenlijk gewoon al een tool, een vrij simpele tool, zoals ik juist liet zien, om vanuit een hele berg aandelen die in de stockmarket treden, om eigenlijk tot een lijstje van 1 tot 6 aandelen te komen. Nou, uiteraard is er meer onderzoek eventueel wat je kan toepassen. Dat je de aandelen die je hebt uitgekozen, dat je die daadwerkelijk opent op je grafieksoftware of je chartsoftware. En je gaat kijken of je daadwerkelijk daar potentie in ziet. Nou, dat is weer een onderwerp voor een andere video. Maar in ieder geval, als je nu gewoon deze stappen volgt, en dan zie je eigenlijk dat het vrij simpel is om vanuit de duizenden aandelen die er te traden zijn op de markt, dat je heel snel een lijstje kan samenstellen van, laten we zeggen, zo'n 6 aandelen die je dan in de gaten kunt houden gedurende de tradingdag. Zowel in de ochtendsessie, en dat is zeg maar rond 3:30 onze Nederlandse tijd, tot dan 's avonds. De markt sluit om 10:00 Nederlandse tijd, die je gewoon in de gaten kunt houden voor eventuele trades. Hoe je die trades dan vindt, dat is dan weer een onderwerp voor later. Maar in ieder geval, nu heb je een lijstje samen kunnen stellen. Nou, optie nummer 2, en dat is een optie waar ik over het algemeen best wel fan van ben. En dat is, in plaats van dat je gaat zoeken naar aandelen die je kunt gaan traden, is dat je eigenlijk een soort van basket, zoals we dat ook wel noemen, van aandelen
gaat bijhouden en die je gewoon prettig vindt om te traden. Dus dat houdt eigenlijk in dat je gewoon een vast groepje aandelen hebt van ongeveer, laten we zeggen, 10 stuks. En die trade je eigenlijk, of niet traden, je houdt ze echt dag in, dag uit, hou je die in de gaten. En op een gegeven moment ga je ze een soort van leren kennen. Uiteraard kan je geen aandelen 100% voorspellen, dus het is ook een illusie om te denken dat je, hoe langer je een aandeel treedt, dat je het aandeel kunt gaan voorspellen. Zo werkt het helaas niet. Maar wat wel zo is, op het moment dat je dag in, dag uit Apple in de gaten bent aan het houden ben, is dat je wel een soort van feeling kan creëren voor hoe het aandeel beweegt. Hè. Hoe agressief beweegt het aandeel. Zo hebben we bijvoorbeeld het aandeel Zoom en de afkorting daarvan is ZM. En dat is best wel een aandeel wat heel agressief beweegt. Dus op het moment dat je dat gewend bent, dan weet je ook dat als je bijvoorbeeld de grafiek op een 1 minuut candle zet, dat de Zoom best wel flinke candles kan maken op de 1 minuut. Terwijl als je misschien het aandeel AMD erbij pakt, dat is best wel een rustig aandeel. En als je die op de 1 minuut grafiek bekijkt, dan zul je ook zien dat de bewegingen best wel schoon en rustig zijn in vergelijking met een aandeel als Zoom. En als ik bijvoorbeeld nog een voorbeeld mag geven, dus bijvoorbeeld het aandeel Tesla, dat is waarschijnlijk bij iedereen wel bekend. Tesla is ook best wel een agressieve beweger. Dus als je dat ding op de 1 minuut chart zet, dan zal je zien dat die candles best wel agressief bewegen. En zo heeft ieder aandeel een beetje zo in zijn eigen eigenschappen. En op het moment dat jij altijd dezelfde aandelen treedt, krijg je daar dus een soort van feeling voor. Het nadeel van de manier zoals ik zojuist uitlegde, dat je je lijstje samenstelt op basis dus van nieuws en gaps, is dat je eigenlijk iedere dag weer andere aandelen voor je krijgt. En die aandelen ken je misschien helemaal niet. Daarom ben ik wel echt fan van steeds dezelfde aandelen treden. Dat komt omdat je dus enigszins de aandelen leert kennen. Voorspellen kan niet, maar wel dat je in ieder geval weet wat voor bewegingen ze eventueel kunnen maken en hoe agressief die bewegingen kunnen zijn. Nou, de aandelen die ik prettig vind om te traden zijn dus aandelen als ZM, Snap, Baba, SPWR eigenlijk niet zo, SQ, Twitter, Shop, NIO, Intel, Disney, MU, Bank of America, AMD, Facebook, Apple, Tesla, Nvidia en Boeing. En dat zijn eigenlijk een beetje mijn vaste groepje aandelen. Zoals je ziet in de lijst heb ik er nog wel wat meer. Maar over het algemeen, de aandelen die hier ik met een vlaggetje heb aangeduid, dat zijn wel de aandelen die ik heel veel trade. En dit zijn ook de aandelen waar ik het meest bekend mee ben. Dus ik weet een beetje hoe ze bewegen. Nogmaals, ik kan ze niet voorspellen, maar ik weet wel wat voor bewegingen ik een klein beetje kan verwachten van het aandeel. En dit is wel echt een enorm, zeker over de lange periode, is het wel echt een enorm voordeel. Dus stel je voor, je treedt een aantal jaren en je treedt over die jaren heen treed je constant het aandeel Apple. Je kan je misschien wel voorstellen dat je wel op een gegeven moment enigszins een feel kan creëren voor het aandeel wat je eigenlijk dag in dag uit treedt of dat wel niet in de gaten houdt. Dus dat is echt iets wat ik voornamelijk voor beginners ook enorm kan aanraden. Kies gewoon een aandeel of een groepje aandelen die jij in de gaten wil houden en zorg ervoor dat je die gewoon wat leert kennen. Wellicht zou iemand anders zeggen van ja, ik ga wat meer voor die optie 1. Ik wil gewoon iedere dag zeker zijn van aandelen die in play zijn, zoals we ook al zeggen. Dus aandelen die een grote beweging kunnen maken. Het nadeel van het vaste groepje traden is dat het kan zo zijn dat het vaste groepje aandelen wat je dus treedt, dat er niet zo heel veel beweging in zit. Dat is het nadeel. Dus het voordeel weer van optie nummer 1 is aandelen die nieuws hebben. Over het algemeen gesproken zijn dat aandelen die wel een beweging maken op die desbetreffende dag. Maar goed, je kan ook een mix doen. Hè, dat je zegt van ja, je doet 3 aandelen uit je vaste groepje en je doet 3 aandelen waar eventueel nieuws achter zit. Net wat je prettig vindt. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je ook inziet wat eventueel de voor- en de nadelen zijn. Mocht je nou nog meer willen weten over dit onderwerp of andere onderwerpen, laat gewoon even een bericht achter op deze video. Ik zal ook reageren. Laat ook even weten wat je ervan vindt. Zorg ervoor dat je een duimpje geeft en dat je even abonneert. Want ik had trouwens ook gezien dat een hele hoop mensen mijn video's kijken en dat een heel groot percentage helemaal nog geen abonnee is. Dus geef eventjes een subscribe, zoals we dat dan zo noemen. Like de video en dan spreek ik je in de volgende video.